Yup, dit ben ik. En dit is Raedsel, wereldkampioen kickboksen. Vandaag strijd ik tegen 5 professionele sporters. Het enige ding is, zij dragen een blinddoek en ik er niet. Kijk of ik kan winnen. Goedemorgen. Hallo. Vandaag wordt een mooie dag. Vandaag wordt bijzonder. Ik ga vandaag namelijk een aantal sporten doen. Niet alleen boksen, ook golfen, darten. We gaan allerlei verschillende sporten doen. We hebben dus 5 pro's gevonden in bepaalde sporten die er oké mee zijn om tegen mij te gaan battelen met een blinddoek op. Mezelf even mentaal voorbereiden, even mezelf opfrissen. Het wordt wel een heftig dagje. Oké, jongens, ik verwacht eerlijk gevecht. Raak hand gewoon aan als je wil. The game is on! Mijn strategie is om te rennen en ik wil wel even een paar keer zo even zo pop. En ik heb geen bitje. Mocht ik mijn tandzak door de lip hebben, dan is het mijn eigen schuld. Het liefst raak ik hem op zijn lichaam, op zijn levertje. Klaar voor? Nee. Klaar voor? Yes. Yes, loop maar naar voren. En fight. Fight, kom op, vechten. Beweeg ik al pijn. Yes, Hendrik. De winnaar komt uit de rode hoek. Gefeliciteerd. Goed gedaan, goed gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Op naar de volgende. De volgende sport die we gaan proberen is darten. Kan ik winnen van een professioneel darter als hij een blinddoek op heeft en ik er niet? Daar gaan we nu achter komen. Dit is Niels, professioneel darter. De eerste die de bullseye raakt, die heeft gewonnen. Ja, is goed. Niels, ben je klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Zou ik zeggen, succes. Ja, goede partij. Ah, ze zitten in ieder geval in het bord. Ja. Dat vind ik knap, gelukkig wel. Nou, het kan nog een lange dag worden, jongens. Boy, ik gooi jou helemaal gewoon mis. Komen in de buurt. Oh. Ja, dit is wel een dingetje. Nick en ik hebben ruim een half uur staan darten, totdat één van ons de bullseye raakt. Ja! Hij heeft hem. Goh. De volgende sport is golf. Ik ben een kenner. Kun je winnen van een pro-golfer? Ik ben benieuwd. Dit is Jurre. Hij is Nederlands kampioen golf, ouwe. Hij heeft handicap -1. Dat betekent niet dat hij gehandicapt is, maar dat hij kaulo goed is. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ik heb hier een prachtig blinddoekje voor je. Oh, die heb ik thuis ook. Die mag je omdoen. En laten we dit afspreken op het moment voordat je slaat, dan doe je de blinddoek. Dat is goed. Want anders is het natuurlijk, anders moet je gaan voelen waar die... En dan ja, ga je niet nee. Check, krijgt hij alvast? Dan wordt het net als thuis. Hoeveel meter is dit? Ongeveer 160 meter. Oké, okay. En normaal gesproken sla je dat in 3 slagen, ben je er wel. Ik sla als eerst. Ja. Dan kan je even zien hoe het moet. Ja, super. Fijn. Zo scheef als de pleuris. Maar ik zie hem wel liggen. Ja, ik heb hem gezien. Ik zag hem ook. Zet hem op. Is hij er overheen? Ja, hij is er wel overheen. Waar? Hij ligt daar. Waar, in de zooi? Ja, net niet. Oh, top. Tweede bal voor Jurre. Nou, kijk, hij ligt in ieder geval weer. Ja, ik ben speelbaar. Hoppakee. Valt het mee, valt het tegen? Nee, dit is echt superleuk. Nou, het mooie is nog dat ik er ook heel knap uitzie zo. Ah, deze moet te doen zijn. Ja, toch. Ah, dat is netjes. Waar is hij? Ja, hij ligt daar. Ja, de kunst is dus hè, om in zo min mogelijk slagen die hole te raken. We liggen ongeveer nu op dezelfde hoogte. Dit wordt mijn tweede bal en dit wordt zijn vierde bal. Nou, we gaan het zien, we gaan het zien. Waar is hij nou? Ja, rechts. Ah, oh, net niet in het water. Goed gedaan, man. Ligt hij echt daar? Ja. Ga niet echt de goede kant op. Jawel. Dit is de baan. Ik lig nu hier. Jurre ligt daar. Dus kan er van alles gebeuren. Waar lig ik nou dan? Dit was 3, toch? Oké, okay, dat is 4. Ja, beter. Hè? Die kutbomen! Hoeveel hebben we nu? 6. 7. Oké, okay, nou ben ik weer. Oké, okay, komt-ie. Oei, 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 oei. Waar is hij? Hij ligt daar. Oh, man. Nou wordt het spannend. Ik zit al op 8, jij zit op 5. Ja. Kun je nagaan. Deze is even voor alle golfers die kijken. Sla een paar 3 baantjes, sla ik ook wel eens in 3. Vandaag gewoon even niet.
Heel netjes. Hoe beter? Ja, dat is netjes. Nu is het erop verronden, jongens. Als ik hem toch even kan putten van een 4, dat zou wel even lekker zijn. Oké, je bent nog steeds, man. Ja, beter. Let's go. Netjes, man. 10. 10. Oh! Keurig. Gefeliciteerd. Ah, beter. Oh, dat voelt zo goed. Jij hebt gewoon met een blinddoek beter geslagen dan ik. De volgende sport die ik ga doen is eentje waar ik heel erg naar uitkijk. Bowlen. Ja, daar is hij weer, onze prof Marcel. Marcel gooit aan de lopende band strikes. Maar kan ik dat ook met een blinddoek? Nee, we gaan even bowlen. We gaan 10 keer gooien per persoon. En degene die de meeste strikes gooit, die wint. Ik heb hele hoge verwachtingen van mezelf. Van jezelf? Altijd. Ja. Bal nummer 1. Helaas, helaas, helaas. Het gaat alleen dus om strikes. Niet om wat er daarna gebeurt, maar alleen om strikes. Bal nummer 2 voor Calvin. No, 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 no. Ja! Jeetje, hoor. Mocht je nog niet opgevallen zijn, hij is bloedfanatiek. Dat is hem, hoor. Hey, lekker. Kom maar, kom maar, kom maar. Ai, 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 ai. Ik heb ze beter gezien. Hij wil zo graag winnen, jongen. Echt mooi. Lekker, jongens. Lekker. We staan voor. Ja! Hij is zo blij. We staan weer gelijk. Het is wel echt nek aan nek. Ja, ja, ja. Echt mooi. Oké, nou zal ik hem maar even weer gelijk maken, hè? Laten we dat maar even doen. Oké, 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 kijk. Ja. Nee, jongen, hou op, man. Hou op. Ja, 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 ja. Hoe kan dit nou, jongen? Kutzooi. Kom nou, kom nou, kom nou. Ja, lekker. Bal nummer 9. Als hij deze raakt, dan wordt het heel lastig voor mij. Jammer. Het kan nog, het kan nog. Als ik deze raak, staat het gelijk. Staat het dus 4-4. Kom, 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 kom. No! No, 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 no. Ik heb verloren van iemand die letterlijk niet kijkt. Ik ben super blij. Ja, ik zie het. Ik ben super blij. Ja, hij is ook helemaal warm, hij wilde echt graag winnen. Op naar de volgende. De crème de la crème, waar we allemaal op gewacht hebben. We zijn met deze legendarische dames. En we zijn hier met Zoe. Jazeker, dit is Zoe. En zij zit in het Nederlands team. Dus ze is een van de beste van ons land. Dit is toch de vrije worpenlijn? Ja. We gaan vanaf hier gooien. Degene die als eerste 5 erin heeft, die heeft gewonnen. Jij met blinddoek, ik zonder. Ben je er klaar voor? Zeker. Jij? Ik ben er niet klaar voor, maar ik wens je heel veel succes. Ik jou ook. Lekker. Ja, het is nu wel aan. Let's go, baby. Goed begin is het halve werk. Dit is mijn enige kans dat ik nog mijn waardigheid terug kan krijgen na deze video. Dat ik verlies van een blinde bowler, dat zegt al genoeg. Lekker. Zo, kan je tegen je verlies? Nee. Kans is namelijk aanwezig. Oké, oké, oké. Oh. Lekker. Het wordt steeds lastiger, Zoe. Het wordt steeds lastiger voor je. Lekker. 4-0. Zoe, je bent topsporter, dus jij vindt dit natuurlijk helemaal kut. Ja. Ja, dat snap ik wel. Ik ben in ieder geval blij dat ik... Je moet eerst nog wel winnen, hè? Ja, dat is waar. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, gooien we nog even in. Het lag toch aan de blinddoek. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende. Dat was hem alweer. Maar ik heb ook een video gemaakt waarin ik een restaurant opende met alleen maar gratis eten. Dus wil je die nou kijken? Nou, klik dan gewoon lekker hier, hè. Hij is lachen, joh. Kijk gewoon even. Is gewoon leuk, joh. Is gewoon lachen. Hè? Kom nou, doe maar.